Ik ben in Zevenaar en ik ga op bezoek bij de 7-jarige Daan. En die gaan we een leuke dag bezorgen. En dat kan hij wel gebruiken, want hij heeft best een heel zware tijd achter de rug. Hallo. Hallo. Goeiedag. Hi Daan. Hi. Hi jongen. Hi. Je grote zus. Hi. En moeders, hallo. Jij bent Daan. En hoe oud ben jij? 7 jaar. 7 jaar. Gaat het goed met je, Daan? Want ja. Je bent niet altijd even lekker, toch? Soms voel je je niet zo lekker, of wel? Nee. En ook als ik ziek ben, kunnen jullie nooit komen. Nee? En wat is er dan aan de hand als je ziek bent? Dan had ik een flauw hartje. Dan heb je een snel hartje, ja. En dan krijg ik infuus. En dan krijg ik prikje en een waas over mijn hoofd. Een billetje in een billetje. En een pilletje in je billetje, ja. En dan gaan ze je weer... beter mee. Ja. It keeps on passing through my heart. Hij weet het goed te vertellen, hè? Ja. Wat is er precies met zijn hart aan de hand? Ja, hij heeft hartritmestoornissen gehad. Hele ernstige, waardoor hij een hartslag had van 300. Ja, en dan heel lang, ja. Hij is geopereerd voor de zoveelste keer. Nu is het waarschijnlijk weg. Het kan nog wel terugkomen bij hem, omdat het zo hardnekkig was. Maar goed, zolang het weg blijft, blijft het weg. Maar er waren ook wel leuke dingen in het ziekenhuis, toch? Nee. Nee? Jawel, toch? We hebben toch ook leuke dingen gehad in het ziekenhuis? Ja, ik weet dat nog. De mini-clowns. Ja, de mini-clowns, maar ook met de liedjesfabriek, toch? Wat ook met Esther, ja. Ja, met de gitaar, hè? Dat is een mooie bus. Ja, hoor. Ja. Hey Daan. Hallo. Hoi. Hi. Ik ben Dirk. Hi. Ik Daan, ik ben Juna. Heb jij zin om vandaag mee te liedjesfabriek, hè? Ja. Met ons? Nou, ja. Klim er maar in. Dan gaan we eens kijken. Lukt dat? Mooi, hè? Ja. Een tof ding, hè? Leuk. Zo, is hier al een stukje warmer dan lekker, hè? Buiten. Oh, I don't know where to start. First time that I saw you, you shot your arrow. Hey Daan, maar kun je eigenlijk vertellen waarom wij hier zijn? Want ik vind het wel heel gezellig met z'n allen in de camper, maar wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Wat gaan we doen? Liedjes luisteren. Maar zullen we misschien proberen om een liedje te schrijven? Ja. Lijkt je dat leuk? Er zingt nog niemand op de liedjes. Dus je hoort allemaal instrumenten, maar je hoort nog niemand zingen. Wat vind je van dit muziekje? Vind je het een mooi muziekje of vind je het eigenlijk gewoon een heel stom muziekje? Dat mag je ook zeggen. Stom muziek. Helder. Oké. Okay. En dan hadden we deze nog. Ik zie het aan je gezicht welke je leuker vindt. Deze, hè? Ja, hè? Ja. Vind je deze cool? Ja. Ja? Ja, dan. Gaaf, man. Hey, dan hebben we de muziek uitgekozen. En wat we dan kunnen gaan doen, is gewoon eens even gezellig gaan kletsen samen. Om eens te bedenken waar zo'n liedje eigenlijk over moet gaan. Over Minions. Over Minions? Minions. Dat is een gaaf onderwerp. Hey, maar jij vertelde net ook al iets over wat jij heel erg lekker vond. Spruitjes. En spruitjes. Oh, lekkers, hè, Daan? Echt? Ja. Kauw of wel? Dat hoor je niet voor kinderen zeggen. Zo, dan ga ik eens even een gesprekje aan met de initiatiefnemers van de Liedjesfabriek. Want het is natuurlijk super cool, hè, wat hier gebeurt. Hallo. Hallo, ik ben Daan. Ja, supergoed. De Minions, zij staan, maar ook een beetje frappers. Eigenlijk zijn wij 10 jaar geleden op het idee gekomen. Doordat wij bij onze eigen kinderen zagen wat het effect van muziek is. Wij zagen onze eigen kinderen helemaal opbloeien toen ze eenmaal een liedje aan het schrijven waren en aan het spelen waren. En wij dachten, nou, daar moeten we iets meer mee doen. En dan met name voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben.
En we zijn eigenlijk toen in het kinderziekenhuis in Nijmegen beland en hebben met kinderen dit project opgezet. Wat nu dus uitgegroeid is tot een landelijk project. En wat zie je dan gebeuren bij de kinderen in het ziekenhuis? Ja, je ziet dat kinderen eigenlijk in een hele andere wereld komen. Als ze met muziek bezig zijn, alleen aan het luisteren of het spelen met ritmes of met instrumenten. Wow, je staat erop. Cool, Daan. Hoorde je jezelf? Ja. Hoorde je? Ja, we wilden eigenlijk nog veel meer kinderen bereiken dan die in het ziekenhuis liggen. En er is natuurlijk een grotere groep zieke kinderen thuis dan in het ziekenhuis. En zo is dat idee ontstaan om ze thuis te bezoeken. In eerste instantie dachten we daar een ambulance voor aan te gaan schaffen, een tweedehands ambulance. Maar dat wordt te veel geassocieerd met ziek zijn en... Dus een camper is veel meer vakantiegevoel. Staat meteen voor avontuur. Avontuur, ja. En daar zitten allerlei voorzieningen al in. En een ambulance moet je nog van alles inbouwen. Ja. Dus vanaf dat idee hebben we de camper, de liedjesmobiel aangeschaft. En dan ga je dus, zoals vandaag, op zoek naar een mooie plek? Ja, ja. Dus we willen de kinderen zoveel mogelijk uit de thuissituatie ergens naar een plek brengen... waar het heel inspirerend is om een eigen lied te schrijven. En dan is Pruitje en frikadeel lekker. Je maakt er gewoon een eigen versie van. Zo goed. Gewoon zo hoppa. Ja. Kent u kinderen die, net zoals Daan, vandaag zo'n leuke dag echt verdienen? Meld je dan aan via onze site gelderlandhelpt.nl. En dat kunt u dus ook doen als u denkt, ik ga me inzetten als vrijwilliger om samen dus zo'n leuk liedje te maken en zo'n mooie dag te bezorgen. Zo ja, hard als je kan. Kan doe maar. Wel. Doe maar. Dat kan nog harder. Ja! You will fly, you will crawl, may you rise as you fall.